Hey mensen, zoals jullie zien loop ik op dit moment op de trainingsvelden van de Hertgang. Want vandaag hebben we een nieuwe vlog en we gaan weer voetbalchallenges doen. Zoals we dat vorige keer ook hebben gedaan. Maar dit keer hebben we wel een hele grote naam bij ons. Dus dat gaat heel vet worden. Helaas is het zo dat ik geblesseerd ben, dus ik kan geen vrije trappen nemen vandaag. Maar daardoor heb ik dan wel even iemand gevraagd die dat voor mij kan doen. Hij is hier al achter mij aan het inschieten. Bijna. Bassie, leuk dat je er bent. Hey, daar ben ik. Ik heb wel een leuke tegenstander voor jou uitgekozen. Ik dacht ik moet Bas wel een beetje concurrentie geven. Ja, je zei dat hij aardig vrije trappen kon nemen. Ja, het is denk ik een van de beste vrije trappennemers die we bij PSV ooit hebben gehad. Nu met alles wat Luc Nielis. Ja, ik wist het al. Beste vrije trappen nemen, PSV. Rechtsbenig, linksbenig, dat maakt hem nooit uit. Nee man, wat die man met links kan, dat kan ik met rechts dan niet eens. Zelf door en afronden doet hij keurig. Nielis, linkerbeen, Nielis! Oh! Luc Nielis! Maar als je deze man kijkt, hij heeft met Ronaldo gespeeld, de Braziliaans Ronaldo, met Van Nistelrooy. Ja, dan is het klaar hè. Meer hoef ik niet te zeggen. En ik speel met Robbie heel vaak. Nou ja, dat is toch leuk? De wilde loert alweer. Cocu gaat zelf. Nielis prachtig vrijgezet door Cocu en hakt die bal in het doel. Wat een wereldgoal. Dit is alleen weggelegd voor de allergrootste. De actie van Cocu is natuurlijk al perfect. De looplijn van Nielis ook met zijn rug naar het doel. Als je dit kunt, dan ben je van absolute klasse. Wat ken je daar eens een liedje? Oh, Fritsje Philips. En dat? Lucky Nielis. Hoppa. Oh my, oh. Hij heeft maar liefst 110 doelpunten gemaakt in maar 164 wedstrijden voor PSV. Hij is twee keer landskampioen geworden. Dus Bassie, maak je borst maar nat. We gaan hem erbij halen. Niemand anders dan Luc Nielis. De allereerste challenge voor de mannen is als volgt. Er hangen 4 hoepels in het doel. Er gaan vrije trappen genomen worden. Een doelpunt is 1 punt. En een bal in de hoepel is 5 punten. Kijk eens, als ik nog niet geïntimideerd was, dan was het net het moment waarvoor. Ik heb nog 5 ballen, dan moet ik er 2 van raken. Maar ja, meneer Nielis legt ze er sowieso wel in. Gaat hij zijn eigen doelman al ontpoppen? Dan moet je betalen, maar ja. Als hij met links gaat, dan wil ik gewoon weg. Oké mensen, legend Luc Nielis. Voorbeeld van tweebenigheid, hè, dit. Hop. Oh mijn god. Hoe kan dit?
Is hij niet een gat? Dan kan doorheen zakken nu, zeg maar. Je dacht echt dat die open ging, hè? Ja, dat dacht ik, ja. Lieve kijkers, ik ga weer naar Zwolle. Was leuk. Yo. Dat was al een beetje spannend. Okay, we hebben drie afstanden. De eerste afstand, de voorste, 16 meter, 1 punt. Dan ietsje verder, wat zal het zijn? Metertje of 25, 20? Ja, 25. Ja. 3 punten en dan kopcirkel op de kant. Dus dat is een meter of 30, 35, ja, daar kom ik 40. Niet. Waarschijnlijk kom ik daar niet eens. Ja. Dat is 5 punten. Elke keer als je de lat raakt. Nee, dat is één. Die kom ik niet eens zeggen. Nee. Let op zometeen. Nee. Ja, ik heb het al een keer eerder geprobeerd. Nee. Ik heb hem vooruit, toch? En elke keer als de bal terugkomt, mag er blijven geschoten worden. Zolang die rolt nog, toch? Zolang die rolt. Ja, moet je dus rennen. Eigenlijk kan je dan meer dan zinken. Ja, precies. Ja. En hoeveel ballen per afstand? 5. 5? Ja. Maar ja, er kunnen er dus meer zijn, toch? Ja, er heel veel zijn. Ja. Maar dat ligt aan jou. Moet je best doen. Als je hem 5 keer laat terugrollen. Ja. Ja. Dat zou mooi zijn, ja. Dat zou mooi zijn. Ah! Dat is te dichtbij voor jullie, dit natuurlijk. Links. Links kom ik de lucht niet in. Oh. Ja, dat is het. Deze meneer zegt, als het met rechts niet lukt, moet je het met links doen. Nou. 8-11 hoor. Dat vindt mee, denk ik. Dat is mijn afstand ook, maar dat weet ik niet. Wat is dit nou, man? Oh, 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 oh. Ik die op, hoor. Dat was een zwabber. Ja. Omdat ik niet keek, dan zwabber is natuurlijk zo niet. Ja. Elke keer. Er moet er opgemeten worden hoeveel wij net wisten. Ik weet niet dat jullie wisten, man. Ik net niet. Ik sta vandaag echt met een ledje hier. Wauw. Ik ben gewoon geïnteresseerd. Oh mijn god, dit kan toch niet? Die 16. Oh mijn god. Maar net de kop. Kijk maar. Het is al het zwakke been. Het zwakke been. Vooruit. Het is tijd om een lat te raken. Oké. Ga naar huis. Ja, Bas, je hebt verloren. Ja. Maar ik denk dat je daar niet van. Als ik verlies van iemand als Luc Niels, dan. Dat is echt ongelooflijk een zwakke been. Dat, ja, wel, wat had de voorkeur? Ja, dat mag, mag ik geen zwak noemen. Nee, ik heb met links ook best een vlakje. Met vrije trappen is rechts voorkeur. Wat je trap gaat linken. Deze man die schiet met links nog beter dan ik met rechts. Hè? Maar laat je nee, het dat is niet waar. Nu heb je een belk bescheiden. Dat komt ook niet helemaal. Kom eens volgens heel fijn zijn. Nou, in ieder geval bedankt. Ja, dat was heel leuk. Ja. Bedankt. Inderdaad. Bedankt. En jullie ook bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe. Houdoe. Heel goed. Houdoe. Bedankt. Houdoe.